Jeep. Dinsdag 26 mei. Week 28. Les 6. Toepassingen. 3 toepassingen. Val mee hoor. Je krijgt weer uitleg. En dan zou alles goed moeten kunnen verlopen. There we go. Toepassing nummer 4. Lees en los op. Voor een tentoonstelling bouwen 8 personen een namaakraket. We zien hier 2 van die 8 personen en we zien een prachtige namaakraket. Die raket is 4 meter hoog, dat doet er niet slecht toe, maar die 8 personen bouwen die raket in 9 dagen. De vraag is: hoeveel dagen zouden 3 personen nodig hebben om eenzelfde raket te bouwen? Als ze evenveel uren per dag en even hard werken. Kort gezegd, er bouwen 8 mensen aan die raket, die dezelfde raket. In hoeveel tijd wordt die gebouwd met 3 personen? Die 8 personen werken er 9 dagen aan. Hoeveel tijd hebben 3 personen nodig? Ik heb het in een schemaatje gegoten. Je bent toch gewoon van mij? Ik werk graag met pijltjes. 8 personen werken 9 dagen. Hoeveel dagen werken 3 personen? Jullie zijn gewoon om pijltjes te trekken en te zeggen: wat je links doet, doe je ook rechts. Maar vandaag gaat dat niet op. Vandaag is het niet. Zoals de andere keren. Vandaag is het omgekeerd, evenredig. Wat een moeilijk woord. Denk een keer logisch na. 8 mensen werken 9 dagen. Jij bent daarbij. Jij bent één van die 8. Plotseling verdwijnt iedereen. Je staat er alleen voor. Jij alleen moet die raket maken. 8 keer kleiner. Niet meer maar 8. Jij bent alleen. Jij. Hoeveel tijd ga jij nodig hebben? Jij gaat, nu je alleen staat, ga jij 8 keer meer tijd nodig hebben. Ja? Je bent alleen. 8 keer meer tijd. Dat kun jij wel, nee? Goed. Er komen 2 personen terug. Gelukkig. Dus ben je nu met 3 keer zoveel. Je tijd. Hou die 3 keer omhoog, hè? Niet maal 3, zoals je gewoon bent. Nee, je bent er niet meer alleen. Je bent nu met 3, dus zal je bouwtijd 3 keer kleiner worden. Dat noemen we omgekeerd evenredig. Dat is zo'n moeilijk woord en je moet dat niet onthouden. Het komt erop neer. Links is tegenovergestelde van rechts. Denk er een keer over na. Lukt wel. Je hebt hier eigenlijk bijna alles al gekregen. Lona bezoekt een tentoonstelling over de ruimte. Er zijn 12 zaaltjes. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Teken de deuren tussen de zaaltjes, zodat Lona slechts één keer in elk zaaltje komt. Er zijn al 4 deuren getekend. Go, 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 Lona. Lona, ruimte 1, ruimte 2, ruimte 3. Hier is de uithang. Jullie tekenen deurtjes. Lona moet in elke ruimte 1 keer komen. De diameter van Jupiter. Dit is de diameter. 2 maal de straal.
De diameter van Jupiter is 2,9 keer zo groot als die van Neptunus. Die van Neptunus bedraagt 49.500. Bepaal de diameter van Jupiter. Je hebt de bewerking van meegekregen. Voilà. Pap in de mond. Moet lukken. Go, go, go.